a stillness in all of it. Vanmorgen bleek er als maar sneeuwen, waar wij wonen zie je veel mensen voorbij komen wandelen, ouders met kinderen, mensen met honden. En wat zo frappant is, dat het zo stil is, zo rustig. Er is een hele grote ingetogenheid. And I think that's what Christmas is for me, this point of stillness right before the Christ child is born. En in die stilte, in die rust, daarin ligt wat voor mij, voor haar, het wezen is van Kerstmis, die grote innerlijke stilte. And when we see the pure snow, we can think of the purity of this child coming into the world and holding the whole world inside him at the same time. En als we deze stilte voelen, deze schoonheid van de sneeuw, dan kunnen we denken aan de reinheid. Het is wit en het is de reinheid van het kleine kind Jezus, wat in de kribbe ligt. Die reinheid van dat kind, dat is Kerstmis voor ons. And that we might also capture that small bit of purity and stillness and beauty in our own lives. En onze wens is dat wij allemaal iets van deze stilte, die zuiverheid, maar ook die schoonheid, dat mooie, dat prachtige van dat kind, dat we dan met dit kerstfeest onszelf voor een stukje eigen mogen maken. Dat is het beste wat we elkaar kunnen toewensen. Tardi Sardi. Onze vertel heeft een marafraam. U ziet hem hier afgebeeld in een marafraam klooster, de Dairo, de marafraam. En ik wil één tekst met u lezen, heel kort, als u eens op een boekje kijkt, op bladzijde 12. Iedereen nog bij de hand heeft, Anton. Hemel bovenaan. Omdat de hoop der mensen was teloorgegaan, kwam er door uw geboorte, door Christus' geboorte, weer volop hoop. De engelen verkondigden goede hoop aan de kinderen der mensen. Satan, die onze hoop had teniet gedaan, vernietigde eigenhandig zijn eigen hoop, toen hij zag dat er weer volop hoop kwam. Uw geboorte werd voor hen die zonder hoop waren, tot een bron die een overvloed hoop voortbrengt. Gezegend zij de hoop die de blijde boodschap ons heeft gebracht. Dat is een van de vele dingen die Morafra ons vertelt op het kerstfeest. Dit is een feest van hoop. Nieuwe hoop, blijf hopen. Het menselijk leven is moeilijk. We worden met veel problemen geconfronteerd. We worden met veel kwaad geconfronteerd, maar ook met veel menselijke onmacht. Blijf hopen. Onze God is een God van hoop. En dat die hoop met ons mogen zijn, nu met Kerstmis, dat is ook het gebed van Morafra.